platenmaatschappij. En nu weet je dus eigenlijk hoe die artiesten zich voelen net voordat ze onstage moeten. Ik hoop niet dat ze het zo erg als ik hebben, want dan hebben ze een groot probleem. Heel groot probleem. Wat jij erin ziet, kijk maar om je heen. Ik wijs je de weg. Je bent niet alleen. Kom het lief met me mee, over land, over zee. Want het Zaten die schoenen niet lekker? Nou, ze zitten heel erg lekker, maar ik tril nogal van de zenuwen. En als je op hoge hakken staat, dan... Dan hoor je dat. Word je... Ja. Het is de eerste keer dat... het feit dat de auditie blind is, maar geen parten speelt. Ik zat net omgedraaid. Ik dacht, hier staat een jong iemand. Die barst van de potentie. Het is nog geen superster, maar dat kan. En die er ook nog eens geweldig uitziet. En ik draaide om en het klopte allemaal. Ik ben heel blij dat we jou in ons team hebben. Dank je. Ik was heel blij dat we een Nederlandstalig liedje keer hoorden. He. En dat begon heel goed. Zelfs zo goed dat Nick het nodig vond meteen te drukken. Daar was ik heel blij mee. Alleen vanaf het moment dat we draaiden zakte het in. En toen dacht ik, oh, wat moeten we hiermee? Tot die uithalen en toen heb je me weer gepakt. Dus ik ben heel blij dat wij een groene desk hebben. Gefeliciteerd met Nick en Simon. En ik hoop dat jullie een mooie plaat gaan maken samen. Dankjewel.